kijkers van de Zavondkraft, welkom bij een gloednieuwe Mytopia hier op de DDG-server play.dusdavidgames.nl. We gaan vandaag in Mytopia niet naar de centrale bank. Nee, dat doen we niet. We gaan iets anders doen. Ik ga vandaag laten zien waar ik een nieuw huis gekocht heb. Een dubbel penthouse. Ik heb zelfs een huis voor iemand gekocht. Want ik had geen zin om een derp als buurman te hebben, dus ik heb zelf gewoon gekocht en die ga ik weggeven. Nou, wat we gaan doen is eventjes hier door Cosmo heen lopen. En ook deze stad is trouwens best wel veranderd. Vooral Cutraxia is veranderd als stad, jongen. Oh, is echt niet normaal. Ik laat even mijn oude penthouse zien. Want het is een hoger penthouse geworden als wat ik had. Hoger, mooier, groter weet ik niet. Nou, hier helemaal bovenin. In het oude Walmart gebouw, de allereerste grote flat die gebouwd is. Stond hij dan daadwerkelijk mijn... Mijn mooie huis. We moeten helemaal naar boven toe. En ja, ik kan dit heel goed, jongens. Ik ben heel goed in ronddraaien op mijn as. Nou ja, ik ben er niet goed in. Hoe kunnen mensen dit zo goed doen? Je moet je muis de hele tijd meebewegen of zo. Oh ja, kijk. Ik ga je dat dus eventjes proberen. Ik zweer je, ik zie een speler. Het is Jordi. Oké. Die zit in het ministeriegebouw. Ik laat jullie even mijn oude huisje zien. Vindt de bewoner waarschijnlijk helemaal niet erg als ik dat even laat zien. Die heb ik destijds weggegeven. Want ik was er nooit meer. Maar ik besef nu wel, ik wil in Cosmopolitan wonen. Weet je, het hele gebeuren met die natuurrampen. Ik ga nu even niks kopen in... Ben ik er al? Nee. In Cutraxia en zo. Hebben jullie gezien wat er allemaal aan de hand was? Holy fucking shit. Is dit het? Nee, we kunnen nog hoger. Hoe hoog is het? Jezus. Oh ja, dit is hem. Bam. Bam. Ik weet niet voor wie die gelokt is. Maar hier woont iemand. Maar wie is het? Zullen we even kijken. In de kisten. Het is een kledingverzamelaar, maar ik kan niet zien aan de basis van... Nee, ik zou het echt niet weten. Van wie zou dit zijn? Hij heeft in ieder geval kapot veel kleding. Holy damn. Mooi. Dan doen we eventjes fly. Dit doen we even zo. Heel goed. / fly. Hoppakee. En dan kunnen we vliegen en kunnen we dus naar beneden vallen. Wee! En safe. Oké. Anders stort ik weer neer. Dat zou het zijn. En dan gaan we nu naar mijn nieuwe huisje. Man, waarom heb ik het honger? Zo, vet vervelend. We gaan even naar mijn nieuwe huisje toe. Ik heb een heel mooi huis. Hij heeft een huis, hij heeft een huis. Een penthouse gekocht. Dat is het gebouw van Tsaginori of zo. Nou, je ziet hem al, daar, in de verte. En daar bovenop, dat is voor mij. Ik weet niet, voor mij wordt het nog allemaal afgebouwd. Dan kun je er voor mij oprecht nog niet eens in. Maar het uitzicht is heel erg mooi. Dit is het bouwbedrijf trouwens. En de bovenste van mij. De bovenste twee. Ik heb het andere huis heb ik weggegeven aan een rijke buddy van mij. Je ziet ook, ik heb geen 10 miljoen meer. Dus ik heb er al voor betaald. Het komt hier. Het Nagitsumi. En hier het Tsukigami. Tsukigami? Is dat het Tsukigami? Ik denk dat die zo heet. Nou, gaan we daar even kijken. Hebben ze een ingang? Hallo, dit is geen ingang. Nee. Dit is helemaal geen ingang. Wat is dit? We zoeken het even. En trouwens, dit zijn ook mooie appartementen hoor. Ah, er zit mooi spul tussen. Is dit de ingang? Ik denk het wel. Nee. Jongens, waar is die potverdomme die ingang? Hier. Hier zou de ingang moeten zijn. Oké, daar gaan we dan. Nou, plek voor een winkel. Ziet er goed uit. En dan moeten wij dus helemaal de trap omhoog. En dan ga ik jullie het uitzicht al meteen laten zien. Wow. Wat zit hier beneden? Oh, post. Ha, slim. Ik denk al, wat zit daar toch, joh? Oké, dan gaan we naar boven. Ik hoop dat die trap een beetje beter is als dit. Want het is echt super vervelend. Het is wel mooi. Oké, ja, dubbele trap. Gelukkig maar. Want dat andere, dat is helemaal drie keer niks. Oh, ik schrik me kapot, joh. Wat is gewoon glas, het hoort zo. Ik denk, ik flikker naar beneden. Ik denk, waar is de grond gebleven? Ja, de grond is weg. Dat is pech, de grond is weg. Laten we eens even kijken trouwens bij buren hier zo. Hoe ziet dit eruit? Helemaal niet verkeerd, hè? Je hebt zelfs een balkonnetje om naar buiten te kijken. Dit is nice. Kijk even hoe groot, hè. Uitzicht op het water. Ja, hoor. Dit zijn helemaal geen verkeerde appartementjes. Ik ben heel benieuwd wat ze kosten trouwens, dat wel. Maar het is overduidelijk weer een beetje het seizoen van... Oh my god. Het seizoen van dit soort dingen. Van flatjes hier in Cosmopolitan. Voor mij gaat het helemaal booming worden. Nou, er allemaal natuurrampen zijn in zone 1. Willen mensen toch wel een beetje gaan verhuizen. En
Nagitsumi en Tsuginami, Nari, die hebben hier slim op ingespeeld, denk ik. Om dit aan te bieden. Oh, hier zijn ze twee groot. Oké. Okay. En dat was het. Dit was het. Appartement 11A en appartement 11B. Mogen jullie raden waar ik ga zitten? Maakt me geen klap uit. Dit is één appartement, voor alle duidelijkheid. Yep. En die heb ik allebei gekocht. Yep, heeft hij gedaan. Kijk even naar het gigantische penthouse. Oh my god. En kijk naar het uitzicht. Ik ga hier zometeen met de Elytra vanaf. Dat gaat gebeuren, dat snap je. Even kijken, kunnen we naar de buren toe? Het is wel gevaarlijk, want ik heb natuurlijk... Oh. Huh. Oeh, doet die even. We kunnen naar de buren toe. Wel linkgevaarlijk, maar het kan wel. Denk ik. Stel je voor, hebben ze een deur dicht. Dan komen we er alsnog, hè. Oeh, nee! Oké, ik kon toch vliegen, gelukkig maar. Ha, anders was ik hartstikke dood. Rennen, rennen, rennen. En we zijn bij hem binnen. Leuk! Moeten we eens even een slotje opmaken, denk ik. Nou, dit is dan 11B. Dit hele ding is van mij. Beide kanten. Maar ik heb ze dus opgedeeld. Ik hoef niet zo groot. En ik ga denk in deze wonen. 11A, de eerste die bij de trap uitkomt. Dit gaat voorbij worden. Ik ga alvast even... Kan ik even dingen plaatsen of zo? Even een lamp. Ik wil een lamp. Sea lantern. Een stairs. En even dit. Gewoon even één lelijke, dikke, vette lamp hangen hier zo. Kijk, het heeft gelijk meer sfeer. Oh, kut. Zo. En... Tada! Vind je niet gelijk een stuk mooier? Het is best groot, al zou ik het zeggen. Dit is waar ik gewoonde als ik niet in Malibu ben. Dan zit ik hier in een penthouse. Een van de allerhoogste. We spannen de Elytra ook wel even in. Might as well. Want ik gooi hem daarna toch weer weg. Gaan we even lekker zweven met z'n allen. Goed plan. Moet ik alleen fly uitzetten. Disabled. Game mode survival. En als dit fout gaat, hè. Dan ben ik mijn chestplate kwijt. Bedenk in één keer. Uh-oh. waar kunnen we heen? Daar is dat gebouw. Oké, okay. Wat we gaan doen? Ik ga het gewoon proberen. Maar wat vinden jullie ervan? Allereerst, voordat ik ga vliegen. Mooi? Ja? Nee? Misschien? Waarom is dit doorzichtig? Huh? Een doorzichtige Elytra? Vaag. Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het mooi? Hebben ze iets van, nice David, ik kom onder jou wonen. Wie gaat de mysterieuze persoon zijn die daarbij gaat wonen? Daar kom je vanzelf lachen door gewoon een keer naar Cosmopolitan te gaan. En terwijl ik vlieg, 1, 2, gaan we het ook maar eens even hebben over al die mensen die nu in paniek zijn voor zone 1. Hoor je in paniek te zijn? Oh my god, ik kom gewoon in één keer bij de portal. En sterker nog, voor mij kom ik verder. We kunnen nog hoger op. En dan draaien we. Oei! In één keer terug. Dat is wel heel, heel erg ziek. We zijn er nog niet. We draaien een rondje. En we draaien nog een rondje. En lopen. Geneeld. We gaan zo naar Mytopia toe. Pak het vliegtuig vanaf hier. Rechtstreeks naar Malibu toe. En dan ben ik blij. Nou, ja, dus zoals ik al zei. Wat vind je ervan? Heb je zoiets van doop, David? Geldverspilling, David. Ik ben er blij mee. Ik heb 1 miljoen euro betaald voor beide appartementen. Dat is overpriced. Maar aan de andere kant, zoek eens een appartement wat hoger is. Die dacht ik niet. Die dacht ik niet. Die dacht ik niet. Het zit hartstikke hoog. Het ziet er mooi en strak uit. En ik heb zoiets van, ik ben Chief Malibu. Kan mij dan schelen. Ik wil gewoon een dik vet huis. Dat. En zijn jullie er al achter wat er nou precies aan de hand is in zone 1? Heel veel mensen die lopen te panieken. Die lopen dijkjes te maken in Rolandia. In Cutraxia lijkt het water te dalen. Ik weet het ook niet. Spannend. We gaan het zien. Tot de volgende keer.